Dennis is keeper bij PSV te Portugal. Maar zijn grote liefde is Feyenoord. Met name natuurlijk de keeper. Ken je hem? Ja. Wie is hij dan? Ed de Goeie. Ed de Goeie. Wat wou je zeggen tegen Ed de Goeie? Dat ik hem op ga volgen. Dat ik hem op ga volgen? Hoe oud ben je nu? 6. Je bent 6 jaar. En jij denkt dat je Ed de Goeie gaat opvolgen? Ja. Over 15 jaar sta jij in het eerste van Feyenoord. Dat denk jij wel? Ja. Oh. En wil jij ook rijk worden als voetballer? Ja. Oh. Dat wil je ook wel? Ja. En wat wil je dan allemaal hebben dan, als je rijk bent? Een voetbalveld. Een voetbalveld? Huis. Een huis? Een zwembad. Een huis, een voetbalveld en een zwembad? Ja. En je wil geen keeper worden van Ajax? Nee. Nee? Nee. Oh, waarom niet? Daarom niet. Wat is er niet goed met Ajax dan? Omdat het geen goede club is. Maar word jij net zo groot als Ed de Goeie, denk je? Ik denk het niet. Ga eens naast hem staan. Ga eens even staan. Moet je eens even kijken, zeg. Moet je eens even kijken. Ja, denk jij dat je zo groot wordt? Nee. Het is een hele rare gewaarwording dat je opvolger eigenlijk al is al bekend. Ja, hij is al bekend. En, de opvolger is al bekend. Ja. Die zit hier naast ons. Ja. Het is mijn zaak om het zo lang mogelijk uit te stellen, denk ik. Je moet uitkijken. Ik moet opgepassen nu. Je moet oppassen. Ja. Maar jij weet het zeker, hè? Ja. Dat jij de opvolger wordt, hè? Ja. En een voetbalveld en een huis? Ja. En een zwembad? Ja. Moet er nog iets bij, of niet? Nee. Oh. En krijgen je ouders ook nog wat van jou, of niet? Ja. Wat krijgen je ouders dan? Gratis zwemmen. Hallo. Hallo. Jij Vermeeren. Goeiedag. Alles goed? Ja. Bert Dunk. Ja. Bert, mijn man, die speelde in het zesde elftal van Vossenveld. Ja. Dat is een zondagclub. Ja. En vrijdag begint hij steeds alweer te vragen aan mij of ik denk dat hij zondag kan voetballen. Of het weer goed is. Nou, en zaterdag wordt het nog eens een gaatje erger. Dan moet ik naar buiten van hem. Dan moet ik naar de lucht kijken en zeggen van... Nou, ik denk dat het wel morgen goed weer wordt. En daar baal ik een beetje van. Daar gezeur iedere week. Dan vraagt hij aan jou... Het regent, wat denk je? Ja, wat denk je? Wordt het morgen beter? En het gekke is, als de zon schijnt, dan vraagt hij... Nou, het zal morgen wel gaan regenen, want nou schijnt de zon. Nou, dat is toch kolder? Dat is een beetje overdreven, Dat is overdreven, Dat vind ik ook een beetje vergang. Ja, en dan heb ik zoiets... Dat is op zaterdag ook nog. En zondagmorgen, dan vraagt hij mij... Dan ben ik nog niet eens wakker. En dan vraagt hij van, luister eens even of het regent. Nou, ik ben luister eens even of het... Ja, want hij kan het niet horen. Ja. En hij zegt dat ik dat goed kan horen. Dus dan maakt hij mij extra wakker. En dan soms dan moet hij om 8:30 al voetballen. Dus dan maakt hij mij om 7:00 wakker om te vragen, luister eens even of het regent. Want dan hoeft hij wel of niet de tas te pakken. Nou, ja, dat zeur, en dan gezeur iedere week. Het pakken van de voetbaltas, het is ook een probleem, of niet? Ach ja, dan vraagt hij zich af, moet ik wel of niet een tweede t-shirtje meenemen voor als het regent? En moet ik wel of niet wat kranten meenemen om in de voetbalschoenen te stoppen omdat het regent? En dan heeft hij dubbel alles in, want stel dat het in de pauze gaat regenen, of voor de pauze, dan kan hij zich in de pauze nog een keer omtrekken. Dit spul gaat erin, want dan kan hij als het regent een beetje de spieren mee warm houden. Om spul warm te houden, Harry heeft een cadeautje meegenomen om dit probleem van meteorologische aard een beetje in de hand te kunnen houden. Kijk eens aan. Dit is hem. Ja, dat is zeer handig, Dat is het... Dan kun een weerhuisje. Dan kun ik nou al zien of volgende week doorgaat.